Nuria van Schoonhoven, 7-1. Ja. Wat is hier gebeurd vanavond? Ik denk dat wij gewoon een hele goede wedstrijd hadden en alles klopte. En bijna elke kans was raak en het ging gewoon vanzelf vandaag en ik denk een hele mooie uitslag. Absoluut, laten we bij het begin beginnen. Had je van tevoren verwacht dat het zo makkelijk zou gaan tegen Alkmaar? We hadden vorige week een oefenwedstrijd. Toen waren onze buitenlandse speelsters waren speelgerechtigd. En toen ging het eigenlijk al heel lekker. Dus we kwamen zeker met veel vertrouwen deze kant op. Ik zit hier achter kloot. Maar tuurlijk hadden we vertrouwen op trainingen. Het gaat gewoon heel goed. We waren sowieso hierheen gekomen met de doelstelling dat we hier wel 3 punten konden gaan halen. Ja, je eigen speel, was je tevreden? Normaal stond ik in de punten achter en nu stond ik wat aanvallender. Dus kan ik de bal iets minder ophalen. Maar ik heb denk ik prima wedstrijd gespeeld. En ik ben tevreden. En natuurlijk met zo'n ruime uitslag dan kan je ook niet meer dan met de lach van het veld opgaan. En dat doe ik zeker. Ja, absoluut. Ik heb genoten van je vanavond. Ik vond je vooral in de fysieke duels. Volgens mij heb je ze allemaal gewonnen. Ja, dat is ook wel een van mijn krachten. Ik werk veel aan mijn fysieke gesteldheid. Veel in de krachten bezig. Veel rond stabiliteit. Ik merk dat ik met die body echt mijn duels kan pakken en kan winnen. Ja, heel veel mensen vergeten het misschien. Je bent pas 19 jaar. Ja. Dat is hartstikke jong. Ja. Je wordt gezien als een belofte voor de toekomst. Ja. Wat wil je nou de komende tijd zelf nog gaan verbeteren? Waarvan je denkt van dat moet echt nog beter in mijn spel? Sowieso, ik ben wel iemand die houdt van mooi voetbal. En ik wil graag beslissend zijn voor het team. En soms heb ik wel dat ik iets te veel op zoek ben. En iets te lang mijn actie wil doorzetten. Dus ik moet vooral leren om de simpele oplossing te blijven vinden. En op die manier maak ik het voetbal alleen nog maar mooier. Dus. Ja, vorig jaar werden jullie... Daar gaan we niet over hebben. Nee. Welk waar jullie eindigden op de ranglijst. Nu zijn jullie veel beter begonnen. Waar ligt dat aan? We hebben een nieuwe groep. En ik denk dat het evenwicht in de groep heel goed is. We hebben wat ervaren speelsters, maar we hebben ook jonge talenten in onze groep. En de chemie is gewoon ideaal. Waar vorig jaar de puzzelstukjes nog niet allemaal even op zijn plek vielen, is dat dit jaar wel gelukt. Waar dat aan ligt vind ik moeilijk om te zeggen, maar we zijn gewoon een enorm hechte groep en we werken keihard voor elkaar. En als het een keer wat minder gaat, dan blijven we nog steeds werken. En ik denk dat die instelling ons heel ver heeft gebracht tot nu toe. Ja, zeker. Dan gaan we het over doelstellingen. Jullie hebben gezegd, we hebben vorige week vrij gehad. Toen zijn we intern gaan zitten. Hebben we besproken, wat willen jullie? Wat willen jullie? Vertel het maar. Onze doelstelling is om eind van de winter in de play-offs bij de bovenste 5 mee te gaan doen. En waar we vorig jaar eigenlijk een beetje kansloos onderaan bungelden, hebben we ook tegen elkaar gezegd, nu moet je goed beginnen. Vorig jaar was onze seizoenstart vooral heel slecht. En dan kan je eigenlijk aan het eind van het seizoen al niet meer meedoen om de prijzen. En ik denk dat we met deze selectie gewoon bij de bovenste 5 horen. Dat vertaalt zich ook in de resultaten van de afgelopen weken. Ja, nu hebben jullie weer een week rust. Ja. Is dat nou ideaal of zeg je, we zitten nu zo'n lekkere flow? Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Je wil graag in die flow blijven, wat u zegt. En dat is jammer, maar ik denk dat we gewoon dit lekkere gevoel gewoon vasthouden en ons nog meer gaan verbeteren op de puntjes die nog beter moeten. Ja, en dan speel je over 2 weken ongeveer een hele mooie wedstrijd, denk ik, hè? Ja, tegen Ajax op de toekomst. En ik zou zeggen, Ajax, maak je borst maar nat. Ja, de trainer van Ajax zat vandaag te kijken. Die heeft, denk ik, denk je dat hij bang is? Ik denk niet zozeer dat hij bang is, maar dat ze ons zeker niet gaan onderschatten. Ik denk, we hebben begin van het seizoen ook een wedstrijd gehad tegen Twente. En dan merk je toch dat zulke ploegen het ook lastig tegen ons hebben. En als je ziet wat ons rendement van vanavond is, bijna iedere kans zat erin. Dus ik denk zeker dat ze ons niet gaan onderschatten. En ik denk dat het een hele mooie wedstrijd kan worden. Zeker, tot slot. Je mag terug naar Zwolle. Wat gaat er op in de bus? Gaat er een feestje gevierd worden? We zijn allemaal heel blij, maar... Ja, ik vind het natuurlijk, we zijn zeker blij, maar ik denk nog niet dat we over een feestje kunnen spreken, omdat we onze doelstelling hebben nog niet gehaald. Ik denk als we straks veilig zijn en ons bij de bovenste 5 hebben gespeeld,
dat we dan echt een feestje kunnen vieren. En natuurlijk zijn we nu heel tevreden over wat we hebben gedaan en wat we hebben neergezet. Dus we gaan zeker gezellig hebben met de bus, in de bus, maar een feestje vind ik iets te enthousiast. Gewoon lekker bescheiden. Precies.